Microfoon. Nu doet hij het? Oké, okay, goed. Dames en heren, welkom in de Bali. Sarwar zal gedacht hebben als Mohammed of de berg niet naar Mohammed komt, dan gaat Mohammed naar de berg of andersom. We zijn hier in Amsterdam. Het boek Yad hebben we al, vorig jaar is het uitgekomen. We hebben het gepresenteerd in Groningen. En het is inmiddels al een aardig succes. We hebben behoorlijk veel belangstelling voor het boek. De verkoop gaat goed. We zijn bezig met de tweede druk. En de belangstelling van de pers was heel groot, vooral in Noord-Nederland. Dat merk je gewoon. Grote verhalen in de krant. En op een gegeven moment hebben we gedacht van nou, we moeten dat ook in het Westen gaan brengen. Sarwar heeft eigenlijk zelf een heel mooi programma samengesteld dat we hier in de Bali willen gaan brengen. Het programma is breder dan alleen het boek. Het boek, Sarwar heeft zelf dit programma samengesteld. En dit programma gaat over zeg maar het Koerdische problematiek, de Anfal. Eigenlijk de hele vluchtelingensituatie in het Midden-Oosten. En dat allemaal aan de hand van deze roman van Sarwar Johanroy. De roman, een aantal van u hebben hem al gelezen, maar dit boek is eigenlijk in twee delen verdeeld. Het eerste deel speelt zich af in Irak, in Koerdistan, Soleimani en in Iran. En dat gaat over, beschrijft de Anfal, de gifgasaanvallen van Saddam Hussein op de Koerden. En de vlucht van de mensen, van de hoofdfiguren uit het boek. En Sarwar heeft beslist uit zijn eigen ervaringen geput voor het boek. Het tweede gedeelte speelt zich af in Nederland. Als vluchteling denk je op een gegeven moment, nou ja, we hebben het gehaald, we zijn er. Maar ja, als je dan in een nieuw land bent, dan begint er een hele nieuwe problematiek. Dan moet je je afvragen in hoeverre ga ik mijn eigen normen en waarden bewaren. In hoeverre ga ik me aanpassen aan het nieuwe land. En dat beschrijft hij heel mooi in het boek aan de hand van eigenlijk het meisje Yad, die behoorlijk vernederlandst in het boek. En niet de hele familie is het daar. Is daar heel erg blij mee, zal ik maar zeggen. Nou, over het boek wordt Sarwar zo meteen geïnterviewd door Marcella Hart. Ik ga u door dit programma leiden vandaag. Mijn naam is Gerrit Brandt. Ik ben de uitgever van het boek, uitgeverij Nobelman. Ik zal dus het programma verder een beetje voor u begeleiden. Het programma is al dus, misschien heeft u het al gezien. Eerst gaat Marcella Hart zometeen Sarwar Johanroy interviewen over het boek. Dus eerst gaan we over het boek praten. Daarna wordt een stuk voorgelezen uit het boek, zodat u een beetje een indruk heeft van hoe dat boek in elkaar zit en hoe het geschreven is. En vervolgens houdt Sarwar Johanroy een lezing over de Anfal, staat hier. De Anfal, dat zijn die gifgasaanvallen van Saddam Hussein op de Koerden. Maar aan de hand daarvan, heb ik van Sarwar begrepen, gaat hij eigenlijk de hele, vluchtelingenproblematiek die op dit moment in het Midden-Oosten speelt, nader onder de loep nemen. Ja? Vervolgens hebben we een pauze. U kunt dan ook eventueel het boek kopen, door hem laten signeren. En na de pauze is er een film. Pekas, Koerdische film. Nou, dan wil ik nu graag vragen aan Marcella Hart en Sarwar Johanroy om op de twee stoelen die al klaarstaan plaats te nemen voor het interview. Even proberen, ja. Allereerst, Sarwar. Ik heb je boek gelezen, uiteraard. Ik vond het een sterk en een heel ontroerend boek.
meeslepend, af en toe ontluisterend. Wat ik de kracht vind van je boek is dat je de lezer over de schouders mee laat kijken. Het zit hem in de kracht van je personen, van de karakters van de personen, die van de hoofdpersonen. Wij mogen eigenlijk als het ware in hun hoofd kruipen. En daarnaast, en dat vind ik eigenlijk zo mooi iets, je bent in feite een schilderende schrijver. Een evocatieve schrijver. Wat ik vragen wou, want naast jouw beroep als psychiater heb je dit boek geschreven, en wel in het Nederlands, voor jou in feite de tweede taal. Maar mijn vraag is dan eigenlijk, wat is hier allemaal aan vooraf gegaan, voordat je überhaupt dacht van, er is zoveel gebeurd, dit wil ik schrijven? Om het heel kort te zeggen, er is heel veel daarvan vooraf gegaan. Vooral in Irak, in het Koerdische gedeelte van Irak, in het noorden van Irak, is dit al, laat maar zeggen, een eeuw onrustig en problematisch. Dus eigenlijk iedere Koerd die daar vandaan komt, heeft heel veel meegemaakt. Voor mij begon het een verhaal te worden toen ik persoonlijk te maken kreeg met het leed van een aantal mensen. Dat waren de slachtoffers van de gifgasaanvallen in het proces van de aanvalcampagne. Toen ik als arts geconfronteerd werd met die slachtoffers die in het ziekenhuis werden gebracht. En op een gegeven moment is de behandeling stopgezet. Als verrader zijn ze deels op straat gegooid en deels meegenomen in het proces van aanval. Nou, dat was, laat maar zeggen, de trigger voor mij om iets daarmee te doen. Om dat ergens op papier te zetten, in het Koerdisch, wat dan ook. Dat loop je mee. Maar daardoor kreeg heel veel wat ik gedurende mijn hele leven uit mijn omgeving heb meegemaakt, ook meer betekenis. Ik denk voor heel veel Koerden die hier ook zitten, zelf hebben meegemaakt. Niet vrienden, kennissen, buren. Dat is eigenlijk een beetje je leven geworden. Mm-hmm. Dus dat is het verhaal daarachter, totdat ik besloot, ik dacht van, nou ja, hier wil ik het iets van schrijven en op papier zetten. Ik heb het in het begin het Koerdisch geschreven, toen wij de land verlieten. En later heb ik het zo gelaten, een aantal hoofdstukken. Daarna dacht ik van, nou ja, goed, ik kan het wel voor het Koerdisch schrijven. Die weten heel veel van. En mijn leven hier in Nederland kreeg ook een andere richting. Toen dacht ik van, ik wil het eigenlijk schrijven om het vertellen aan anderen buiten Koerdistan, zodat het bekendheid komt van het verhaal in het buitenland. Ja, snap het. In hoeverre is Jaad, het boek Jaad, biografisch, zeker autobiografisch? Zoals ik zei, het is wat ik zelf heb meegemaakt. Verhalen van mensen om me heen. Het is zeker geen autobiografisch. Ik zit niet als persoon in het boek. Het is niet mijn verhaal. Bijvoorbeeld, ik ben zelf nooit opgepakt. Ik heb niet in gevangenen gezeten. Maar daar zitten wel scènes in van de gevangenis, hoe dat gaat. Nou ja, daarvoor ken je heel veel mensen die dat hebben meegemaakt. En die ga je die mensen interviewen. Soms krijg je die verhalen mee. Dat wordt een beetje je eigen verhaal. Hoef je niet te interviewen. Je hebt het zo vaak gehoord dat je kennis van neemt en je weet hoe dat gaat. Je hebt een soort fantasie van ontwikkeld. Zit er wel ook heel veel dingen die vanuit mijn ogen zijn geschreven. De ziekenhuisscène, de vlucht in Iran. Maar zelfs de stukjes in Nederland, ja, dat ben ik niet. Maar ik heb het allemaal van dichtbij wel meegemaakt. Ja. En waarom heb je eigenlijk gekozen voor de romanvorm? Ja, deze vraag is vaker gesteld. De manier waarop ik het had geschreven, alles wat ik in mijn hoofd had, had ik op papier gezet. Marieke de Ridder, onder andere met jou eerst en daarna met Marieke hebben we daarover gehad. Toen zei Marieke van, nou ja, er zit heel veel informatie in. Je wilt zoveel vertellen uit alles om je heen. Dan moet een keuze gemaakt worden. Wil je een soort geschiedenisboek, een journalistiek boek of een romanboek van te maken?
Eigenlijk dacht ik aan documentaire, een geschiedenisboek over journalistiek. Dat zijn er wel veel over geschreven. In het Koerdisch, in het Engels kun je veel bronnen over de aanval vinden. Maar dat was niet mijn bedoeling. Ik wou eigenlijk de romanvorm kiezen, zodat ik het verhaal een persoon geef. Zodat je de gevoelens van de mensen, als ik het wat twee, drie mensen met hun gevoel, met hun leven meemaken, is veel krachtiger dan als ik zeg 180 mensen zijn gedood. Zo'n zin komt over, is heel erg en zo. Maar het is heel anders als je vanuit één perspectief, maar in de details wat iemand meemaakt. Dus mijn punt was, ik wil het vanuit de mensen, het leed van de mensen, de personen, in plaats van... Dus haal je de mensen uit de anonimiteit en die geef je een gezicht. Ja, geef je een gezicht. Het is niet het verhaal van iedere van die mensen, nee. Maar het is een symbool dat het eigenlijk dat representeert. Mm-hmm. Oké. Ik wil het met je hebben over twee actuele thema's. Integratie en behoud van identiteit. En daarvoor grijp ik terug naar het gezin van Namo en Nesrin. Namo heeft alle ontberingen overleefd. De arrestaties, de gevangenschap, de martelingen, de gevangenis in Abu Ghraib en in Nugrat el-Salman. Ja. Klopt dat? Ja, Nugrat is dat. En dan citeer ik uit jouw boek, met name over de gevangennamen in Nugrat el-Salman, waar ze naartoe gevoerd zijn. Wie Nugrat el-Salman overleefde, kampte tot zijn dood met een roetslaag op zijn ziel. Ja. Maar ondanks wat hij heeft meegemaakt, weet hij zich dankzij zijn overlevingsstrategieën hier eigenlijk uitstekend aan te passen. Althans, voor Namo's begrippen wel. Maar dan vraag ik gelijk, wat heeft het met zijn persoonlijkheid gedaan? En wat heeft hij daar allemaal voor op moeten geven? Kijk, hij maakt dit allemaal mee in Koerdistan. Voor zijn arrestatie is hij politiek actief, die is betrokken bij de situatie daar, heeft aanzien voor de jongeren in de partij, voor de mensen die hij kent in de stad. Hij wordt opgepakt, dus dat wordt alleen maar groter. Maar met het vluchten en in Nederland komen, ja, raakt hij in een soort onbekendheid. Daar moet je jezelf weer vinden in die omgeving, die nieuwe omgeving. Je kunt het wel vertellen, maar dat staat niet op je gezicht geschreven. Dus in Nederland voelt hij dat ook, dat hij die aanzien, die situatie, die mensen om je heen, dat heeft hij kwijtgeraakt. Dus hij moet het weer opnieuw gaan vinden. Maar de rollen zijn veranderd. Als die politieke man is die zijn rol kwijt, want je wilt rust, vrijheid. Hier kom je, na 10 minuten heb je dat en dan. Maar in het gezin ook, de man, de vader, langzamerhand in de Nederlandse maatschappij van iets van openheid, raakt hij die rol ook niet kwijt. Dat moet veranderd worden. Mm-hmm. Dus hij moet gebruik maken van zijn strategieën, die eigenlijk wat hij in de gevangenis heeft gebruikt, om hier op een andere manier te gebruiken, om weer zijn identiteit te vinden en te overleven. En dat is wat in het verhaal tussen hem, zijn gezin en de kinderen aan het leveren. Ja. En dat is het verhaal misschien van veel immigranten. Ja. Want in die nieuwe rol, in die nieuwe positie, hoe ben je dat? Vooral in zijn, voor hem als man. Ja. En dan kijk je naar de rol van Nesrin, zijn vrouw. Die eigenlijk heel, het is iemand, zo, voor mij komt ze zo over als iemand met principes. Soms op het rigide af. Yeah. Ze houdt vast aan haar cultuur, haar wortels, haar geloof. En dan komt ze hier en dan... Ja, dan leeft ze eigenlijk gewoon heel krampachtig. Want ze weet gewoon dat als ze dat los moet laten... Ja. Denk ik, dan is ze haar identiteit kwijt. Ja, dat is hoe Nesrin denkt natuurlijk. Ja? Dat is haar angst. Vanuit de traditie, de cultuur, de dingen die zij gewend is en heel veel waardeert voor haar, de manier is om te leven, de eer, de kinderen, hoe je daarmee omgaat. Ze voelt de druk, net als Namo, vanuit de nieuwe situatie op haar afkomen. Ze ziet hoe de kinderen buiten contact maken met de maatschappij. En de angst om de identiteit helemaal kwijt te raken, maakt dat zij moet vasthouden aan al die tradities. Dus, je ziet het hoe zij met de oudste dochter omgaat, met Mina, en dan later met Jaad, dat ze eigenlijk dat
heel moeilijk kan verdragen. Omdat ze nog steeds vanuit, denk ik, vanuit haar cultuur denkt van er moet uitgehuwelijkd worden. Je moet eigenlijk volgens die principes leven. Ja. En de een kan er beter tegen dan de ander. Ja. En dat zie je dus ook in het boek. Alleen, ik kan natuurlijk niet alles verklappen. Nee. Maar dan hun kinderen. Want dan vraag ik me af, hoe vinden zij hun weg hierin? En zijn ze vrij eigenlijk om hun keuzes te maken? Kunnen zij hun eigen toekomst kiezen? Dat is voor de kinderen is... Zijn de ouders, de kinderen zijn hier jong in dit geval, hoe de ouders omgaan met de nieuwe situatie, zoeken naar een evenwicht tussen hun geschiedenis en de nieuwe situatie en de mate van angst. Dat is wat uiteindelijk de kinderen eigenlijk krijgen. Ze zijn geen volwassenen om zelf die keuzes te maken. Dus hoe meer angst bij de ouders om die vrijheid te geven, hoe makkelijker meer openheid voor de kinderen naar de nieuwe situatie en daarnaast maatschappij toe. En hoe hoger de rigiditeit, je hebt kinderen natuurlijk op basisschool, ik heb ze zelf meegemaakt, op school van mijn kinderen, dat bijvoorbeeld een vader uit het Midden-Oosten, die heeft 2, 3 kinderen. De jongens mogen met schoolkamp mee, de meisjes mogen niet met de schoolkamp mee. Mm-hmm. Dat is een ideaal, en er moet iets zijn overdag. Als het 's ochtends tot 's middags is, mogen ze wel mee. Maar 's nachts blijven, er is blijkbaar iets in de cultuur, in het hoofd. Met 's nachts blijven krijgt associaties. Yeah. Dus dat is één voorbeeld met... Uit heel veel andere voorbeelden hoe dat zich uitwerkt op de toekomst van de kinderen. Ja. En iemand als Jaad, die... Jaad betekent in feite herinnering. Ja. En daarover zeg ik dus niets, want dat is een hoofdstuk apart, letterlijk en figuurlijk. Jaad heeft geen geschiedenis. Hoe kan iemand, want zij staat eigenlijk gewoon blanco in het leven... In hoeverre kan zij haar toekomst plannen? Mag ze dat? Heeft ze die vrijheid? Dat heeft te maken met de vorige vraag natuurlijk. Mm-hmm. Het is een wisselwerking tussen de mensen aan de ene kant en de nieuwe omgeving waar ze in komen. Deze dagen hebben we ook heel veel discussies, volgen we in de media, op televisie, wat dan ook, over de vluchtelingen en de rampen die zouden kunnen gebeuren naar de toekomst toe. Maar in feite, als nieuwe maatschappij heb je, de kinderen heb je, die krijg je in je hand op school. Om van hun... In hun optimaal, maximaal te kunnen investeren, doe je het goed als je de ouders het vertrouwen te geven dat ze eigenlijk hun kinderen naar school, naar de maatschappij, naar de Nederlandse maatschappij toe vertrouwen. Dus daarin, dat opzicht, is dat de basis van hoe de ouders met de kinderen omgaan. Wanneer dat het geval is, zie je dat de kinderen die ruimte ook hebben, op een natuurlijke manier. Als dat niet het geval is, dan wordt een keuze gemaakt. Of wordt het meegaan, net als de oudste dochter, of opstandig worden en je eigen weg kiezen. Nou, lukt het niet, is heel erg afhankelijk van, in hoeverre iemand wil opkomen voor haar of zijn vrijheid. En de eigen omgeving, hoe die dat waardeert. Als je te veel waarde hangt aan de mening van je eigen achterban. Laat maar zeggen, voor een Koerd. De Koerden in Nederland, in Amsterdam. Dat is een clubje die elkaar kent. Heel veel over elkaar praten. Als één dochter iets doet of een zoon. Nou, dat wordt er in al die... groepen heb je dat het heel snel bekend is. Dat druk kan heel zwaar zijn, kan je ook negeren. En dat is steeds afhankelijk van hoe iemand daarmee omgaat. Wat bedoel je met de druk is er groot, maar kun je ook negeren? Dat je zegt van, ik kies mijn eigen weg. Ik wil mijn kinderen op mijn manier opvoeden. Dus met school mee, met vriendinnen mee, naar hun huis gaan, hun bij ons komen.
dat je gewoon letterlijk in elkaar integreert, wat het woord integratie, dan dat je zegt van, nou ja, nee, na school is het klaar, eigen tijd, binnenhouden, vooral voor de meisjes, niet naar buiten. Dan houd je dus de afstand. Dan houd je, ja, wat als een meisje met de drie vrienden thuis komt, waarvan één jongen of twee jongens en even thuis blijven, even naar de kamer boven. Dit is heel gewoon in de Nederlandse situatie. Nou ja, kun je dat aan of niet? En dat is een aanpassingsvermogen. En ik wil niet welke goed is of niet goed is. Dat gebeurt gewoon. En die mensen komen in die keuzes. En ik wil niet zeggen dat je dat moet doen of dat moet doen. Want je kunt mensen zeggen van je moet het toelaten, maar als de spanning omhoog gaat, als men niet aan kan, kun je een crisis van krijgen. Ja. Dus dat is laveren, ja, precies. De hele tijd. Dus die aanpassingsvermogen, het is heel moeilijk om daarmee om te gaan in de nieuwe maatschappij. Het geeft heel veel stress in die huizen. Mm-hmm. Wat hoop je eigenlijk met dit boek te bereiken? De bekendheid. Van de ellende wat mensen hebben meegemaakt toen. Maar ook iets naar de toekomst toe. Vooral voor de Nederlanders. Ik heb het in het Nederlands geschreven. En de tweede belangrijkste... Ik zei des te beter. Ja, in dit geval. En om de jonge generatie Koerden eigenlijk mee te bereiken. En die kunnen meesten Koerdisch niet lezen... helaas zie ik niet heel veel jongeren hier, maar dat is eigenlijk een belangrijk doel voor mij, onze kinderen. Dan rest mij gewoon de volgende vraag te stellen. Komt er dan nog een vertaling? Ja, zeg het maar. In het Engels bijvoorbeeld? Gerrit. Aha, kijk, het uitgeven. Er is iets daarvan, maar het is... Ja. Ja, uiteraard. Ik ben heel benieuwd. Komt er nog een tweede boek? Ja, dat is... Een tweede jaad, een andere jaad. Zoals ik in het begin zei, ik wou dat verhaal kwijt. Dus in het begin, tot een jaar, twee jaar geleden, heb ik ook tegen jou en Marieke ook, Gerrit ook gezegd, dit is het, en dan... Ja. Ik ben auteur van dit boek, maar niet schrijver. Maar ik krijg zoveel reacties. En het triggert ook die verhalen. Er is heel veel verhalen, eindeloos om uit te putten en te schrijven. Maar langzamerhand begint een skelet van een tweede boek zich te vormen. Dus dat kan wel onderweg zijn. Ik heb geleerd hoe je het skelet en mee kan beginnen. Oké. Dan hoop ik... Dat eigenlijk gewoon na deze middag dit wat meer bekendheid krijgt, jouw boek, hier in het Westen, dan het ooit in het Noorden was. Want dat wordt wel tijd. Ik zou dat heel mooi vinden. Oké, dank u wel, Estelle. Ja. Nou, Marcella, bedankt. Dan wil ik Marieke de Ridder vragen om... ik weet niet, wil je hier staan, Marieke? Om een stuk voor te lezen uit het boek. Dus van jou neem ik aan. Nou, ik ben al voorgesteld. Enig wat ik er nog over wil zeggen is dat het alweer 5 jaar geleden is dat Sarwar en ik om de tafel zaten en dat ik de beginselen van het literaire schrijven heb bij willen brengen. En dat is behoorlijk gelukt. En het beschouwt dan ook als een eer dat ik hier een passage mag voorlezen uit deze bijzondere roman. Want het lukt niet iedereen om die ambities ook te realiseren, om een roman uitgegeven te krijgen. Een mooi verzoek was het van Sarwar. Lees een passage voor, kies zelf, maakt niet uit. Maar ja, aangrijpende scènes, ontroerende scènes, onthullende, zoals het... Dat maakte de keuze voor mij buitengewoon ingewikkeld. Ik dacht eerst aan de inval in de boekhandel van Namo in Slemani. Een van de belangrijkste vertellers is Namo. Dat is ook de man die later naar Groningen gaat. En na de inval, waarin hij opgepakt wordt in zijn eigen kantoorboekhandel, wordt hij gemarteld in de Abu Ghraib, als ik het goed zeg. De gevangenis die wij allen helaas
van naam kennen. Ik heb gedacht over de spannende vlucht door de bergen met de zwangere Friba, de moeder van Jaat. En ik heb gedacht over de ruzies in Groningen met die lastige puber die Jaat uiteindelijk zou worden. En ik had ook gedacht over de enige scène die wel degelijk, buitengewoon autobiografisch is. Namelijk de scène die gisteren in het Parool stond. Waarin Sarwar onthulde aan mij ook dat die scène autobiografisch is. Namelijk, je vlucht, je hebt een huis, maar je bent zo gewend te vluchten dat je niks doet aan de tuin. Totdat je denkt, als ik hier wil wortelen, dan moet ik iets doen aan de tuin. Stond prachtig beschreven gisteren in het Parool. Maar uiteindelijk werd het dus dat ook niet, want dat stond gisteren al in het Parool. Uiteindelijk koos ik voor Jaat. En dat was omdat ik deze week in de krant las, wat ik al wist en wat jullie allemaal ook weten, hoeveel vluchtelingen kinderen er verloren raken, ook in Nederland. Ze verdwijnen, spoorloos. En Sarwar heeft het net zelf ook al gezegd, je kunt hele aantallen noemen, maar je kunt ook één mens redden. En wie één mens redt, redt de mensheid. En Sarwar heeft één kind gered en een stem gegeven. En eigenlijk is het daarmee een meisje met geschiedenis geworden. Ik lees een hoofdstuk voor uit waar zij de vertelster is. Er zijn steeds verschillende vertellers. En aan het eind van het boek, als uiteindelijk in zekere zin alles op zijn pootjes terechtkomt, is de volgende dialoog tussen haar en haar tweede man, Oscar. En daar lees ik uit voor. En dat gaat natuurlijk niet zonder leesbril. Oscar vraagt haar aan het eind van het boek, helemaal op bladzijde 314 zitten we, die vraagt haar hoe ze naar zichzelf kijkt. En dan zegt ze, ik was nooit van mezelf. Tot nu toe ben ik steeds voor iemand iets geweest waarmee zij zich hun verleden konden herinneren. Voor Namo, de stiefvader, ben ik een herinnering aan de dood en de woestijn. Voor Nesrin, de inmiddels overleden stiefmoeder, was ik een herinnering aan een verstikkende traditie. En voor Kamaran, haar biologische vader, een herinnering aan een vermoorde liefde. Voor mijn ex-man en zijn familie, een herinnering aan een geschonden eer. Ik wil mezelf worden, mijn eigen herinneringen maken. Jaat, zei Oscar. Je bent nu van jezelf. Je kunt helemaal zelf beslissen wat je wel en niet wil. Je kunt je eigen leven bepalen. Oscar nam haar hoofd tussen zijn handen. En ik hoop dat wij nooit elkaars herinnering zullen worden. Oscar, je bent de eerste voor wie ik werkelijk liefde voel. Alles aan jou voelt vertrouwd en veilig. Je stem, je geur, je lichaam, je handen die over mijn lichaam glijden als je me liefkoost. En de lach in je ogen als je me plaagt. Hij opende de balkondeuren. Sneeuwvlokken vielen ononderbroken naar beneden. Jaat ging naast hem staan. Ze keken naar de stad die voor hun langzaam bedolven werd onder een witte bruidssluier. En in de verte hield de Martini-toren, zoals altijd, de wacht. Je vraagt naar mijn hele leven, zei Jaat, terwijl ze zijn hand vastpakte. Ik wilde Nesrin voor haar dood, terwijl ze bij haar volle bewustzijn was, in de ogen kunnen kijken. Alleen kijken, zonder woorden. Maar dat is nooit gebeurd. Kinderen kijken niet in de ogen van hun ouders. Maar een paar minuten was genoeg geweest. Ze zweeg. En wat zou je nu het liefste willen, Jaat? Vroeg Oscar. Het liefste zou ik nu in Slimani willen zijn met jou. Samen in het centrum wandelen van de stad die ik nog nooit gezien heb. Maar die alles van mijn geschiedenis weet. Daar zou ik je voor ieders ogen en met al mijn liefde willen omhelzen en kussen. En dan? En dan naar de woestijn. Om het gebeente van Friba, mijn moeder, op te graven. Ik zou haar gebeente op het hoogste punt van de aarde weer willen begraven.
Ik zou willen dat ik van haar ziel, haar geheugen en haar herinneringen een windgong kon maken om deze boven haar graf te hangen. Ieder windvlaag zou hem laten klinken om de mensen te laten weten tot wat voor laagheden ze in staat zijn. Ja, ik weet wel dat dit allemaal niet mogelijk is, maar dat zou mijn weg naar de vrijheid zijn. Iedereen in de ogen durven kijken en een kus vanuit mijn ziel geven, beschermd door een windgong van de zielen van hen die nooit mochten bereiken waar ze recht op hadden. Hun dromen, hun leven, hun herinneringen. Sarwar, jij zou een lezing houden, dus het is zover, denk ik. Ik weet niet hoe je dat wil doen. Wil je hier staan? Of? Ja? Zo. Mijn bedoeling was, als ik hier het boek presenteer en iets meer van te maken dan alleen maar presentatie van het boek. En dat is natuurlijk wat Marieke heel mooi voor las, dat ik zelf tot ontroerd raakte. Om ook een lezing te geven dat als het lukt, dat moet je even gewoon kijken hoe dat gaat en de interesse. Dat moet een begin hebben en een opbouw om een soort terugkerend lezing wordt in Amsterdam elk jaar. Jaarlezing 1, 2, 3, de thema aanval wou ik het noemen, maar goed. Dat heeft wel met die thema te maken, maar het is niet maar alleen maar dat stukje, maar eigenlijk een breder stuk. Waar elk jaar over een thema kan gaan. Traumatisering bijvoorbeeld naar oorlog. De geschiedenis van genocide in het algemeen. Dat vanuit één onderwerp triggert naar een bredere. Zodat het niet alleen maar voor mij en de Koerden, maar ook breder kan uitpakken. Daarom heb ik gekozen om nu met de geschiedenis te beginnen. Hoe ik het zie. Dit is, nou ja, hoeft niet de waarheid te zijn, dat zal wel vragen en reacties oproepen, maar dit is mijn visie om een beetje te volgen hoe het zover is gekomen en wat is er gaande. Ik heb het de 100-jarige oorlog genoemd. Aan het eind hoop ik dat het wel duidelijk wordt waarom. Zo, ik begin even toch met een kort stukje over de aanvaar. Daar gaat dit toch om. Het thema van het boek. Het is eigenlijk de hoogtepunt van de geschiedenis van de Koerden in het Irak. Dat is 3 jaar systematisch gebeurd. Iedere deel van Koerdistan heeft een eigen geschiedenis wat dat betreft. In Iran, in Turkije, in Syrië. Nu, de huidige situatie komt iets meer naar buiten toe. Dus in het buitenland wordt iets van gehoord. Dit is in het noorden van Irak gebeurd door het Irakse regime tegen de Koerdische bevolking. Gericht op de infrastructuur, vooral de dorpen inclusief mensen, gebouwen, dieren, natuur. Het is geleid door Ali Chemikali, de Koerden noemen hem Ali Kimyawi. Dat is Ali Hassan Majid, de neef van Saddam Hussein. Mensen zijn naar concentratiekampen gebracht en halverwege het land en daarna naar het zuiden van Irak in massagraven, soms levend begraven in de woestijn. De hoogtepunt van de aanval zelf is naar het buitenland wel bekender geworden door die gifgasaanvallen in Halabja in 1988. Dit is een stuk uit de cijfers uit Human Rights Watch. Koerden zeggen 182.000 mensen zijn vermoord omdat ze vermist worden. Maar minstens kan het wel 100.000 zijn geweest. 4.000 dorpen, daaronder meer statistiek in het rood voor het gemak. Dat is veel andere tekst wat allemaal bronnen zijn. 1700 scholen, 270 ziekenhuizen, 2500 moskeeën, 27 kerken. En van dat gebied waar de doelwit was, is 90% van alle dorpen zijn vernietigd.
zelfs ja, 2000 christenen zijn ook vermoord. Dit is een kaart, een faalcampagne is in 8 stapjes gegaan. Gedurende de laatste jaren is het steeds agressiever geworden. Dat is Irak. En dat stukje, ik heb wel een hoge stem, dus ik zie natuurlijk. Daarin is dit stukje hier uitgevoerd. Waar A staat, daar zijn de concentratiekampen. En hier, Abu Ghraib is daar, in het midden ongeveer. En dit is Nusrat al-Salman, even een paar keer genoemd. En dit is waar die massagraven gevonden worden. Dus in het boek staat het ook allemaal beschreven. De sfeer, de grimmige sfeer in Abu Ghraib. Daar, die andere boven en daar onder. Dit zijn even om een indruk te krijgen hoe de mensen zijn verzameld. Veel mannen. Dit is na een gifgasaanval hoe de mensen eigenlijk als ja, dieren, insecten, hoe je dat ook noemt. Dit zijn de dorpen, hoe ze dan uiteindelijk zijn achtergelaten. Dit is Nusrat al-Salman, het gebouw daar. Dit is een van die kuilen waar in het boek ook beschreven wordt. En dit zijn spullen uit een van die massagraven. Nou, nu even naar de historie, iets terug. Is het een losstandprobleem tegen een opstandige volk? Het probleem is dat, ja, het probleem, volgens mij Napoleon heeft gezegd, geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. Nou ja, Koerden zijn nooit de winnaars geweest, dus geschiedenis heb je niet over jezelf geschreven, anderen hebben het over jou geschreven. Toen wij hier kwamen, eind jaren 80, begin jaren 90, volgens mij is het in Prins Encyclopedie, dat kan kloppen. Daarin heb ik overal waar ik kwam, ga je zoeken naar Irak, Koerden, wat er staat. En in dat encyclopedie stond dat de Koerden een oorlogzuchtige volk zijn. En het probleem is dat ze niet en ander hebben aangevallen, ze zijn vaak van buitenaf aangevallen. En dat komt door dit. Die centrale landen hebben die geschiedenis geschreven. Mijns inziens, de aanvaar waarom daar zomaar ineens, wat is daar aan de hand en nu, is er een grotere context, denk ik. En dan komt de vraag, hoe en wanneer is dat begonnen? Ik ga terug even naar de wisselwerking tussen het Midden-Oosten en Europa. Deze twee zijn... Iets met de microfoon? Ja. Sorry. Deze twee, Midden-Oosten en Europa, zijn eigenlijk altijd tot elkaar, nou, kun je zeggen, veroordeeld. Altijd invloed op elkaar gehad, vooral vanuit het Midden-Oosten op Europa. Toen ik hier was, kwam iemand bij mij van die mensen die wij kenden, en een vriend van hun, een kennis, was naar de oorlog gegaan toen, begin jaren 90, Golfoorlog, en een van die, hij was een soldaat die in Koerdistan zat. Hij had teruggekomen en hij had gezegd dat in Koerdistan had hij sneeuw gezien. En die mensen waren verbaasd. Ze dachten dat sneeuw iets Europees was. En dat is hetzelfde ook met heel veel andere dingen. Heel veel mensen denken dat christendom iets Europees is en islam iets van Midden-Oosten is. Nou ja, helaas is dat niet zo. Dat is een denkfout. Allemaal komen uit het Midden-Oosten. Midden-Oosten is de producent van religies en op een gegeven moment exporteert hij het naar het buiten en dan komt het in Europa. Judaïsme, ziet u de lijnen, er is voor christendom een... Hey, Peter en José. Voor christendom, ik ken niet heel veel daarvan, dat is een godsdienst geweest, Mithraïsme, dat moet even meer informatie overkomen, maar dat heeft het niet gehaald. Daarna is christendom gekomen en nu is min of meer al langer gaande de export van de andere religie, islam, die deze kant op komt. En Europa's cultuur is wel heel sterk genoeg om de godsdienst met al die, nou ja, strengheid wat in zich heeft, te buigen naar een eigenlijk leefbare godsdienst, zoals het met christendom is geweest. Als een christen van de
7e eeuw terugkomt nu, herkent hij zich meer in islam dan in de huidige christendom. Dus dit is de culturele. Dus eigenlijk, de angst moet niet zijn dat die moslims komen. Nee, de investering moet zijn, hoe kunnen we van de nieuwe godsdienst ook een buiging maken naar een leefbare in plaats van een bestrijding. Want ja, volgens mij is dat een gepasseerd station. Je kunt het wel beperken en investeren in de verbetering. Nou, ooit, dit is 100 jaar na, dit is 750 na Christus, 100 jaar na het beginnen van islam. Die groene, dat is de islamitische... Ja, dat is ook zo. Als je natuurkundige vrienden hebt, dan word je altijd overal geholpen. Die groene, tot aan Spanje, zo is het de islamitische staat op dat moment geweest. Op alle niveaus, rijkdom, zelfs wetenschap, is het een van de sterkste geweest op dat moment. Toen ook alleen maar China iets beter was. China houdt vol. En in 359 komen na Holaco en zo de Turken vanuit het Centraal-Azië, die komen deze kant op. Daar stichten ze eigenlijk iets meer deze kant op. Daar zaten nog de Byzantijnen. Daar die groene, het eerste stukje van de Ottomaanse Rijk. Die Ottomaanse Rijk, dit is allemaal nog islamitisch, wordt allemaal veroverd. 300 jaar later is dit de Ottomaanse Rijk. En tot aan Wenen. Hè? En dan wordt gevochten, heen en weer, hier overal. En op een gegeven moment, ik ga niet per jaar, per eeuw dat allemaal langs, want dat kost heel veel tijd. In 1913 is dit gebleven, net voor de Eerste Wereldoorlog. Dit is een heel belangrijk kaart, want dit gedeelte is er niet meer. Noord-Afrika, daar komt zo meteen een andere kaart, die is al door Europa al overgenomen. Dit, die curve, hier, dit stukje, Hijaz, daar komt een opstand, daar de Arabieren het overnemen. Wat blijft is de curve onder wat nu Turkije is. En daar komt wel, volgens mij, dit is in 1913, voor de Eerste Wereldoorlog. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog is dat Turkije. Dat is van wat Turkije is overgebleven op dat moment. Dus Irak, Syrië, vooral dat gebied, is door de geallieerden al overgenomen. En hier komen een aantal belangrijke jaren. 1916, het verdrag van Sykes-Picot. 1919 in Parijs, vredesconferentie na de Eerste Wereldoorlog. Een verdrag van voor de Koerdische zaak en Syrië en Irak. Verdrag van Sèvres en daarna Luzon. Zo zie je dat tijdens de oorlog, terwijl men hier dacht aan de Hongaarse, Oostenrijkse toestanden in Sarajevo, die prins was gedood en zo. Daar waren wel andere motieven in het spel. Al 1916, twee jaar na het begin van de oorlog, is men bezig geweest met het Midden-Oosten. Dat Sykes is, komt zo meteen een foto van, en vanaf 1916 tellen is het nu 100. Daarom heb ik het 100-jarige oorlog genoemd. Want daar begint, dit is, zijn de heren Sykes en Picot van Groot-Brittannië en Frankrijk, die komen bijeen in het geheim. Uiteindelijk gaan ze een akkoord schrijven met toestemming van Rusland, Japan en Italië. Dat curve, wat Turkije, heb ik gezegd, boven een klein stukje was, wordt zo verdeeld. Dit is die groene, die staart, dat is al door de Arabieren veroverd. Alles wat overblijft, waar de conflict over gaat op dat moment, is die curve van wat Irak en Syrië is nu. Daarom is die ellende is nu nog steeds gaande, want de rest is een oplossing voor geworden. En daar is als volgt verdeeld. Groen naar Armenië, blauw Frankrijk, licht en donker betekent mandaat of rechtstreekse kolonie. En hier Groot-Brittannië en Israël krijgt ook een stukje. En als u helemaal daar kijkt, in die hoek,
Alexandrië, daar is nog een rood puntje. Daar is nog steeds niet opgelost, dat probleem. Syrië en Turkije hebben altijd hoog gespannen. Dat is voor Brittannië geweest. Op dat moment, in 1912, is dit het Midden-Oosten. De Ottomaanse Rijk is al door Europa als een zieke man al binnengevallen. Daar is Frankrijk binnengekomen met jaartallen. In het midden is Libië door Italië. Libië bestaat uit drie oude provincies van de Ottomaanse Rijk, net als Irak. Zo zie je dat Libië is ook nog steeds een probleem wat niet opgelost wordt. Het is ISIS of in Libië of in Irak. Dat is mijn visie. Hoe zie ik dat? Dit is ook bestaat uit 3 oude provincies. Die namen zijn zelfs nog Grieks van 1000 jaren geleden. Dit is Groot-Brittannië en die curve is op dat moment nog wat Ottomaanse Rijk is en iets mee gebeuren. Dit is opgelost door oorlog tussen hun en dat stukje moest opgelost worden door een verdrag. Dat is Sykes-Picot. En zo hebben zij dat stukje verdeeld. Op dat moment wordt aan Rothschild door Balfour een belofte gedaan om een land voor de Joden te maken in Israël. Tegelijkertijd hebben ze daarvoor, 20 jaar daarvoor, Laurens van Arabië naar Saoedië gestuurd om de bevolking daar, laat maar zeggen, in opstand te laten komen, zodat het Ottomaanse Rijk eerder valt. Toen hij Sykes-Picot zag, werd hij heel boos, want de belofte aan de Arabieren was een pan-Arabische land. Vanuit Saoedi-Arabië tot aan de noordelijke grens van Irak en Syrië, 1 land voor de Arabieren en 1 land voor de Joden. Maar hij is teleurgesteld teruggegaan. Jaren later is hij assistent van Churchill geworden. Dus en in 1919 zijn we nu 3 jaar na Sykes-Picot. Dit is de situatie. Groen is geallieerden. Oranje is de centrale mogendheden. Duitsland en Ottomaanse Rijk. En dat moet verdeeld worden. Grijs is onafhankelijk. In Parijs wordt werk gedaan om dit hele stuk, al het oranje, iets een oplossing voor te vinden. De verliezers van de oorlog. Versailles gaat over Duitsland, hoe Duitsland is opgelost. Saint-Germain is voor Oostenrijk. Er zijn allemaal verliezers. De grond, wat doe je daarmee? Waar liggen de grenzen? Daar is het bepaald. Deuli is van Bulgarije. Op dat moment, net daarvoor, ook Oostenrijk, Hongaars. Dus ook een verliezer. En Trianon van Hongarije. Dus die grenzen zijn op dat moment weer bepaald. En Sèvres is voor de Ottomaanse Rijk. De enige die herzien wordt in 1923 in Lausanne is dit stukje. Over de rest zijn ze wel het over eens. De map is vastgesteld wat later Tweede Wereldoorlog is geworden. Want Duitsland was niet tevreden over Versailles. En Sèvres is over de Ottomaanse Rijk gegaan. In Sèvres wordt de Ottomaanse Rijk, wat overgebleven, zo verdeeld. Dit is de verdeling. Dit is voor Koerden, een eigen staat. Dat gaat naar Armenië. De andere was, op dit moment is Rusland communistisch geworden en heeft zich teruggetrokken vanuit de front. Met behulp van Duitsland op dat moment. Dus die is teruggegaan. En al het leger en zo hebben ze naar Ankara gestuurd, naar de revolutionair op dat moment, Atatürk, als hulp. Griekenland krijgt dat mandaat van, en die gele is wat Turkije zou worden. Maar op dat moment is de Turkse beweging heel sterk onder Atatürk. Die gaan meer gebied veroveren en dreigen naar Rusland te gaan, naar de communisme tegen het Westen. Dus daar heeft hij een hele sterke kaart. In deze vergadering zitten vertegenwoordigers van alle groeperingen. Koerden, Sharif Pasha, namens de Koerden zit daar. De Armenen, de namen ben ik kwijt. Dus elk deel is daarbij aanwezig. Maar Atatürk wordt sterker en hij dwingt iets anders af. Hij dwingt dit af. De huidige grens van Turkije.
door alles heen. Dit stukje is niet opgelost op dat moment. In 1936 valt Turkije dit stukje binnen van Syrië en neemt die over. Dit is nooit opgelost. In 1974 Cyprus binnen. En dit is uiteindelijk geworden. Wat de bedoeling was om dit anders over de etniciteit en het geloof te verdelen, is het door een haastige verdrag van Lausanne zo verdeeld. Uit angst voor communisme en een beetje oorlogsmoe op dat moment om door te gaan. Eigenlijk is dat incompleet opgelost. Als je kijkt, dit zijn de godsdiensten in het Midden-Oosten. Groen is, donkergroen zijn Sjiïten, lichtgroen zijn Soenieten en elke andere kleur is een andere godsdienst. Dus, en als je naar de grens kijkt, heeft helemaal niets met het geloof aan die groeperingen te maken. Dat is allemaal door elkaar heen gegaan. Alleen in Syrië heb je zoveel geloven. Oh. Dit is etniciteit. Groen zijn Arabieren, sorry, geel zijn Arabieren, groen zijn Turken, Persen zijn Oranje, Koerden zijn rood, dat is het gebied waar Koerden zijn. Afwijkend is een plak daar in het midden van Turkije. Dat zijn Koerden die gedeporteerd zijn in de tijd van Atatürk. En hier in Iran, helemaal boven, is ook een groen. Dat zijn gedeporteerd door de Shah-tijd. Dat zijn Koerden die gewoon die kant op sturen om... Khorasan, ja, ja. Dus die twee vlakken. Maar als je naar die huidige grens kijkt, is een hele duidelijke plus in het rode van de Koerdische kant. En daardoor is het land verdeeld. Dit is etnisch, dit is qua geloof. En die grens heeft helemaal niks daarmee, heeft helemaal geen rekening daarmee gehouden. Hier heb je alleen in Irak, Sunnit, linker, de donkergroen zijn Sjiïten. Daarboven Koerden die Soenieten zijn en witte is Arabieren die Soenieten zijn. En die hebben nooit met elkaar kunnen omgaan. Die zijn in één huis bij elkaar geplakt vanaf dag één ruzie tot nu toe. Irak is het symbool eigenlijk. Koerden in het boven, midden Soenieten, zuid Sjiïten. Dit is het symbool van de strijd tussen de grote spelers in het Midden-Oosten. Turkije wil niks van de Koerden. Iran is bewaker van de Sjiïten en Saoedi-Arabië bewaker van de Soenieten. Dus eigenlijk het grote probleem van al die landen vindt plaats in Irak en uiteindelijk in Syrië. De symbool voor de Koerden, Sjiïten, Soenieten. En de christenen zijn altijd verloren geweest in dat stukje. Die hebben een tijdje hier gekozen, een tijdje daar gekozen, maar vanaf Sykes-Picot is het hier misgegaan en eigenlijk tot nu toe nooit opgelost. Zijn er Sjiïtische Koerden? Ja. Zijn er wat? Sjiïtische Koerden. Kijk. Daar, in Turkije, als je kijkt, in Turkije heb je donkergroen, Sjiïtisch. Dat zijn Aleviten, Koerdische Aleviten, vrij... vrijzinnig. Al die vrouwen die je ziet in die guerrilla's, dat zijn vooral onder invloed van de vrijzinnigheid van de Aleviten. Het is eenmaal zo, ik heb het niet gezien. Felis ook. Felis ook in Irak, waar groen, donker en groen en lichtgroen bij elkaar komt, daar is inderdaad ook heel veel Koerden. En PKK heeft heel veel te maken met de Aleviten bij het ontstaan daarvan. Qua beweging, qua input vanuit. Ja. Want de Soenieten kunnen altijd af en toe de neiging hebben om toch bijvoorbeeld vanuit geloof voor de AKP te stemmen, die Erdogan-partij. Zelfs Koerden. Oh, dit is het Koerdische gebied. Het gaat mij om die lijn die doorheen getrokken is. Die Oranje is wat de Koerden in 19, de voorstel hebben bij de eerste vergadering. De licht, de gele, is wat in 1920 op tafel wordt gelegd, door de Koerden erkend als Koerdisch grondgebied. En die donkergroene, die hele grote, waar de hele Koerdische gebied dekt, dat komt uit een
vergadering wat de Koerden hebben voorgesteld in San Francisco in 1945, dat eigenlijk de erkenning. Dus die vraag van dat er al aan Koerdisch iets komt, is al heel oud. Armenen ook, daarboven, in die hoek, daar zijn ook heel veel grond kwijt. En in plaats van dit is het strijd van de Koerden al jaren, al 40, 50 jaar geworden, van die groene lijn die blauwe lijn te maken. Want Saddam Hussein heeft die groene erkend daarboven. En als je kijkt, dat is vrij oliearm op dat moment. Die druppel, die oranje druppel, dat is Kirkuk, dat is olie. Dat is heel lang stuk. Dat mocht niet in de Koerdische gebied komen. Die paarse lijn, dat is wat Koerden nog eigenlijk in Irak voor streven. En het lukt niet met heel veel duwen en trekken. Turkije wil niet, die wil niet, als het om grondgebied van de Koerden gaat. Wat nu is gebeurd, ISIS is gekomen. En dit bruine stukje, dat is het gebied waar ISIS over gaat. Het meest bijzondere hieraan is dat ISIS voor het eerst de grenzen van Sykes-Picot heeft ongeldig gemaakt. Dit is nu een staat die door de grens van Irak en Syrië gaat. En dat is wat ISIS zelf heeft gezegd. We zullen Sykes-Picot ongeldig maken door die grenzen op te heffen. De Koerden willen nu ook Sykes-Picot niet meer hebben, dat opnieuw vergaderd moet worden en de grond en de gebieden moet. En dat is nu, 2016, in Geneve. Vorige week zouden ze bijeenkomen. De Koerden hebben ze buiten gehouden. In Lausanne zijn de vertegenwoordigers van de Koerden, mochten niet komen van Atatürk. Die heeft zelf eigen delegatie een Koerd ingedaan. Die Koerd heette Inono. Die Koerd heette Inono en die was uiteindelijk de opvolger van Atatürk. Die was nog nationalistischer dan Atatürk zelf. Theoretisch zou je kunnen zeggen, een Koerdisch staat, Geneve, wat gaat erheen nu, 100 jaar geleden, na dato, een Shiïtische staat, een Soenitische staat, een Alevitische staat, daaronder Libanon, volgens mij is het ooit bedacht voor christenen, maar dat is nooit van gekomen. De enige daarvan wat is gebleven is traditioneel de minister-president of de president van Libanon traditioneel een christen is. Dat is een beetje een troostprijs voor de christenen daar. Hoe heeft Midden-Oosten dit probleem? Je hebt het gekregen, dit is Irak, dit is Syrië. Hier, deel ermee. Kun je iets van maken? In de propaganda zeggen nee, van de overheden, Irak, Iran, al die landen zeggen nee, omdat hier een complot is, het is olie, het is imperialisme, het is zionisme. Maar eigenlijk gaat het om, die landen zijn dictatuurs geworden, corrupte leiders, nationalisme, vooral Arabische nationalisme, daarna ook Turkse, Persische. Geloof en radicalisering. Dit is wat na Sykes-Picot is gekomen. Eigenlijk, dit is het verwijt naar het mensen uit het Midden-Oosten toe. Je kunt zeggen, dit hebben zij gedaan, maar dan kun je zeggen, wat heb je zelf van gemaakt? Dit hebben ze van gemaakt. Veel verliezers na Sykes-Picot tot nu toe. Koerden zijn de grote verliezers, letterlijk en figuurlijk. Armenen, grond en genocide. Shiiten in Irak, waar ze de meerderheid zijn. Soenieten in Syrië, waar zij de meerderheid zijn. Dus het is helemaal andersom uiteindelijk gekomen. Christenen, verkeerde keuzes gemaakt. Die zijn uiteindelijk naar de Arabische nationalisten gegaan. Naar de Ba'ath-partij. Heel veel stichters van de Ba'ath-partij zijn christenen. En die zijn uiteindelijk, is gebleken, een hele verkeerde keuze te zijn. Grieken in 1955 waren heel veel Grieken nog in Istanbul. Kun je zeggen, een derde van Istanbul, de hele waren Grieken. In één nacht, 6 september tot 11 september, zijn alle huizen en winkels van de christenen in 4 nachten totaal verwoest, verbrand. Dus daar was geen Griek meer in Istanbul. In Alexandrië met christenen, toen Nasser de Arabische nationalist is gekomen. Alexandrië is altijd een groot christelijke staat geweest, 80%. Nu is het minder dan 10%. Libanon hebben we gezien. Jarenlang burgeroorlog en heel veel andere minderheden, in het bijzonder Yazidis, die ook een genocide hebben meegemaakt. Oh. Voor de Koerden 30 miljoen verbod op taal, cultuur, burgerrechten, achtervolging, openbare executies,
De enige binding van de aartsvijanden. Irak, Iran, Turkije, Saudi-Arabië, die zijn aartsvijanden. Die hebben op alle niveaus oorlog, maar als het over de Koerden gaat, zijn ze altijd één. Dat is hun beste vergaderingen. Massamoorden, directe oorlogen, vernietiging van de infrastructuur, genocide, gifaanvallen. En dan kom ik weer terug bij de Anfal als een hoogtepunt van die ellende en de vele jaads die hier onder ons rondlopen. Conclusies. Eerste en Tweede Wereldoorlog was één oorlog met een pauze. Mijn mening. Staat ook ergens. Die oorlog is nooit afgelopen. Dit is zelf de oorlog uitgesteld. Daarom Europa is zeer heftig bij betrokken. De ellende is niet gauw voorbij, denk ik. Er komen mogelijk geografische veranderingen ten koste van veel bloed en vluchtelingen. De teller staat op de 100-jarige oorlog. Ik weet niet naar welk getal we zullen gaan. Mijn dank. Pauze houden of wil je nog vragen beantwoorden? Vragen? Zijn er nog vragen? Een beetje discussiëren, 5 minuten. Geen vragen. Nou, dan houden we pauze. Waar is de pauze? Is dat weer waar wij binnengekomen zijn? Ja. Ja. We gaan daar langs en dan gaan we wat drinken. Ja. Hoe lang is het? We zijn eigenlijk voor een tijd op het kwartier naar doen. Ja. En dan de film draaien. Ja, 3:30 de film. Oké. Okay. Het is nu 5:05. 3:30 staat hij in het schema. 25 minuten.